vind het verschrikkelijk. Een hoop ellende heb je ervan. What I heard is that there were 7 cars that were damaged. There are still 3 that need to be fixed. Er zijn allemaal auto's lek gestoken, de banden althans. En ook van een meneer uit Frankrijk, meen ik, die zou vandaag teruggaan. Dat is natuurlijk een heel vervelende iets. I saw that my left rear tire was actually flat. And I could see that there were knives marks on the tires. De buurvrouw van de Fiat dacht van ik zet hem maar voor. Er zal toch wel geen plek zijn achter, omdat er veel visite komt 's avonds. En achteraf heeft ze daar natuurlijk heel erg spijt van, want dan was er niks gebeurd. Totdat de volgende keer, daar gaan ze naar achteren, hè. En uw eigen auto? Die staat gelukkig beneden in de garage. Daar kunnen ze niet bij komen. Just find it stupid. I told my kids, who are 17 and 13, that this was a stupid game. Just something that happened. It happens in France, it happens everywhere. So, but I didn't expect it in Barn, into the main street of Barn, actually. So that was quite interesting.